Ja, de ode aan de flora van Deventer, de wilde planten van Deventer en hun bewonderaars als ondertitel. Ja, en wie ben ik dan? Ik ben Gerrit Hendriksen. Ik ben lid van het Floron D6-team. En als je wil weten waar het Floron D6-team zich mee bezighoudt, die houdt zich dan voornamelijk bezig met dit district. Dus dat is Floron district beneden IJssel. En dat begint een beetje bij Deventer en dat loopt, ja, dat is inclusief de Noordoostpolder en de Wiede- en de Weerribbengebied. En uitermate dynamisch gebied hier op de achtergrond zie je het Flora-districtenkaartje, wat ook in de Heukelsflora staat. En ja, je ziet dat we dat het district 6 behoorlijk wat districten zeg maar aan diversiteit heeft. En dat uitzicht dan ook in de flora van D6. Dus het is best wel een kluif om te valideren. Zeker als je in een bepaald gebied bent opgegroeid. Hè. Ik ben hier in Garderen opgegroeid ooit. Ik heb wel in Leiden gewoond en daarna in Tiel. Maar ja, al die andere districten, ja, die ken ik nog niet zo goed. Dus daar kom ik dan vanzelf achter. Verder ben ik coördinator van de plantenwerkgroep KNV Deventer. Amateur natuurfotograaf, dus dat komt eigenlijk wel heel goed uit. Hè. Als je zo'n boek aan het schrijven bent, dan heb je in ieder geval een aantal foto's beschikbaar. Ik schrijf 4 keer per jaar een stukje op de blog stadsplanten.nl. Dus als je iets wil weten over wat er in de stad allemaal voor kan komen. Ja, dat is natuurlijk een leuke bron, zeg maar. En een medium ook om goed op de hoogte te blijven van ja, nieuwe soorten, maar ook de gewone soorten. Of soorten die juist op hele bijzondere plekjes in de stad voorkomen. En tussendoor probeer ik nog mijn werk als specialist ruimtelijke data bij Deltares uit te voeren. En ook dat laatste, is een mooie bijkomstigheid voor het schrijven van zo'n boek, waarin je ook wat verspreidingskaartjes wil opnemen. Ja, waarom nou dat boek? Hè? Daar ga ik iets over vertellen. Uiteraard iets over de omgeving van Deventer. En dat is inclusief wat de oude floristen, bekende floristen, ook rondom Deventer hebben gedaan. De hedendaagse floristen, die mogen ook niet ontbreken. Ja, nou vooral veel over de flora van Deventer. En op die plekken waar ik een groot wit vlak had in mijn spreadsheets, heb ik een foto geplaatst die ofwel in het boek terecht is gekomen, ofwel het net niet gehaald heeft. Zoals deze mooie beuk in het Rijsterborgenpark, waarbij rondom de voeten eigenlijk in het voorjaar, dus over een maandje ongeveer, dan kunnen we daar de akker en de weidegeelster vinden. Hoe doe je dat nou, zo'n boek maken? Wat zijn nou die ingrediënten? Uiteraard heb je een idee nodig. En dat idee dat kwam al vrij snel door met een klein groepje mensen daarna te gaan kijken van hey, wat zouden we nou leuk vinden? Wat zou de gemiddelde lezer nou leuk vinden om te zien? Ik denk dat heel veel mensen het leuk vinden om kaartjes te zien. Leuke foto's, sowieso. Gemakkelijk geschreven. En ook een stukje historie van hey, hoe zit dat nou in Deventer? Hè? Hoe komt het nou dat in Deventer bepaalde planten groeien? En uiteraard gelardeerd met foto's. In het begin, het is eigenlijk de opvolger van een boek wat de stadsecoloog Erik Lam in 2013 heeft uitgebracht. En dat gaat over de natuur in Deventer. Dat was wel de natuur, zeg maar, over de hele breedte. Dus alle soortgroepen werden daarin een klein beetje behandeld. En Erik Lam die heeft daar ook een mooie iets over gezegd. Met dit boek is een tipje van de sluier van de soms wat verborgen ecologische rijkdommen opgelicht. Als je van Deventer houdt, dan poester je haar biodiversiteit. Nou, mooie slogan zou ik zeggen voor een stadsecoloog. In de tussentijd zijn er eigenlijk wel heel erg veel nieuwe gegevens bijgekomen. En dat bracht Erik Lamme er eigenlijk toe om te gaan kijken van hey, kan ik voldoende financiën vinden om een boek te maken? Want wat hij niet wilde is zeg maar jarenlang aan een boek werken en het dan helemaal in eigen beheer uitbrengen en dan hopen dat je eruit komt. Hij had zoiets van oké, het lijkt me gaaf om het in 2 jaar tijd, 3 jaar tijd te kunnen gaan doen. En dat is gelukt. Samen met EcoGroen is het merendeel van het boek geschreven. Maar wel met de uitdrukkelijke wens om vrijwilligers erbij te betrekken. Nou, die vrijwilligers die kwamen uit het zogenaamde groene netwerk van Deventer. En voornamelijk uit de plantenwerkgroep van KNV en IVR.
Hey, dat ging een beetje te dat ging op tijd. Ja, hoe ziet die omgeving in Deventer er nou uit? Of beter, hoe zag die omgeving er in Deventer nou uit? Aan de linkerkant van het schilderij van Meindert Hoppema zie je twee van die torentjes. En daaraan is Deventer eigenlijk al, nou, zonder meer te herkennen. Dat zijn namelijk de spitsjes van de Bergkerk. Daar zit een heel verhaal aan vast. Iets met gezusters. En de ene is iets hoger dan de ander. Het fijne weet ik daar niet van. Dan zou ik de historici moeten vragen. En vanaf ongeveer dezelfde plek, helaas ben ik vergeten om die torentjes erop te zetten, maar die staan hier ongeveer, is ook een typisch stukje Deventer eigenlijk, met een, nog een oud spoorlijntje ook te vinden. Dus je kijkt dezelfde kant op. Dus hier ongeveer zijn die torentjes te vinden. Dat is een van, ja, van die mooie bijkomstigheden, dat je dat dan weer een beetje kunt herleiden van, hey, hoe zag het er ooit uit? Wat natuurlijk ook een beetje aan de fantasie van de schilder te danken is. En hoe ziet het er nu uit? We gaan nog even een paar stapjes terug. Oh, behoorlijk wat stapjes eigenlijk. We beginnen eigenlijk in de laatste ijstijd. Want die is van belang geweest. Zeker voor het noordelijk deel van Nederland boven de grote rivieren. Voor het bepalende factoren in het landschap. En die factoren die zorgen dan uiteindelijk voor dat een bepaalde plant er kunnen groeien. En in die koudste periode had je een kale poolwoestijn met heel veel stuifzand. En uiteindelijk toen de planten weer kwamen groeien, was het nog heel koud. En dan had je soorten, zeg maar, die vanaf het zuiden weer naar het noorden toe migreerden eigenlijk. Hè. Net als nu eigenlijk een beetje met de klimaatverandering, alleen ging het toen wat langzamer. En van die soorten, daar hebben we nog een paar relicten over. Zevenster is er bijvoorbeeld één. En er zijn een aantal van die vakjes die je hier ziet. Dat zijn 250 meter vakjes. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. Die hebben in de periode 1970 tot 2021 nog steeds zevensterren gevonden. En dat is echt zo'n soort van bossen uit boreale omgevingen. Dus je ziet ze ook vaak in dennenbossen op moshoopjes staan. We hebben specifiek voor die periodes gekozen. Arbitrair wat mij betreft. En als het een roze vakje ook nog betreft, dat zal je straks wel zien, dan betekent dat dat ze in de beide periodes zijn gezien. Dus tot 1970 en na 1970. Wat is er nu nog over? Wat kun je nog vinden, zeg maar, van zeg maar die oude landschapselementen die in de omgeving van Deventer zichtbaar zijn of vindbaar zijn. Dit is een zogenaamde geomorfologische kaart. Die bestaat dan uit een combinatie van bodemkaart, hoogtekaart en ligging van rivieren en waterlopen in dit geval ook. En wat je dan ziet, als je die olijfgroene kleurtjes allemaal zou kunnen selecteren. Nou, dat is het mooie. Hè? Als je specialist ruimtelijke data bent, dan kan je dat relatief makkelijk doen. Het is allemaal open data. Hè? Rechts onderin zie je ook de bron. Daar kan je naartoe browsen als je dat leuk vindt. En dan kan je ook deze kaart gewoon bekijken. Zij het dan dat het niet zo mooi op is gemaakt als hier. Dit zijn dus die selecties van al die hogere zandgronden. En daartussendoor zie je dat groene en dat blauwe en dat beetje vaalgroene. Dat zijn alle beekdalen die er zijn rondom Deventer. En als je dan gaat kijken waar de dorpen in de gemeente Deventer zijn gevestigd, dan zie je dat die allemaal op die hoge delen zijn gevestigd. Deventer is lichtgroen, hè? Dat is niet ingekleurd. Hè? Een stedelijk gebied, daar heeft men weinig boringen van, hè? En andere bodemkenmerken. Dus dat is, zeg maar, als geen data geclassificeerd hier. Maar als je naar de Bergkerk kijkt, en degene die er wel eens geweest is, die weet ook, nee, ik moet een stukje omhoog lopen. Die staat gewoon echt op een hoog heuveltje. En aan de westkant van Deventer zie je ook de IJssel lopen. Deventer in de IJssel, dat is natuurlijk een verhaal apart. In 786 was er een monnik, Leguinus, die de IJssel overstak en daar een houten kerkje stichtte. Waarschijnlijk bovenonder als fundament van de huidige Bergkerk. En waarschijnlijk, omdat ik niet zo goed in de historische gegevens bekend ben. Dus Deventer bestaat al meer dan 1250 jaar. Een aantal jaren geleden hadden we daar ook grote festiviteiten van. Die IJssel, die lag er niet altijd. En hoe weten we dat? Dat weten we nog niet zo heel erg lang eigenlijk. Dat weten we nog maar een jaar of 10. Er waren wel wat vermoedens wat er ooit eens gebeurd was. En hier zie je de paleografische kaart van 100 na Christus.
Je ziet in bruin veen, je ziet in blauwachtige riviergronden, geel stuwwallen en het lichtgeel het dekzand. Wat is er nou gebeurd tussen 100 na Christus en 800 na Christus? Je ziet in één keer dat er wel een riviergrond nu is. Oh, ik heb trouwens de gemeente Deventer als zwart lijntje hier gemarkeerd, zodat iedereen weet waar de gemeente Deventer ligt. Er is wat gebeurd in die tijd. In de Atlas van de IJssel staat daarin een heel mooi verhaal. En dat is een boek wat ongeveer 3 jaar geleden is uitgekomen. Plus minus een jaar, ik weet het niet helemaal exact. Een geweldig boek met al mooie kaarten, oude kaarten erin. En ook het verhaal van de belangrijke kenmerken van Deventer. Van de IJssel eigenlijk, moet ik zeggen. Dit is de zuidkant van Deventer. Hier loopt de A1. En ooit, ongeveer 500 na Christus, heeft er een catastrofe plaatsgevonden. Want tot die tijd lag hier eigenlijk een barrière. En je ziet dit nog terug in deze hoogtekaart. En die barrière die moet doorgebroken zijn. En tot het jaar 500 na Christus ongeveer stroomde een deel, was er een afwatering naar het noorden en een deel naar het zuiden. Dus al deze beken die hier ten zuiden van dit gedeelte liggen, die stroomden eigenlijk af naar de Rijn, naar het zuiden. Tegenwoordig stromen ze allemaal naar boven af. En zie je dat er alleen nog richting het noorden een afstroming is. En dat heeft Deventer geweten, dat de IJssel af en toe is, of eigenlijk altijd naar het noorden stroomde. En ook in de vroege tijd was er ontzettend veel hoog water en slechte bedijking. Hier lag ooit de IJssel. Hè? Hier, dit is ook nog een slootje. Waarom zit de gemeente Deventer en de provincie Overijssel ook zo gek in elkaar? Dit stukje ligt eigenlijk aan de verkeerde kant van de IJssel, althans vanuit onze optiek gezien natuurlijk. Hè? En dit is nog een stukje wat ooit is ontstaan bij deals met allerlei hoge heren die zeggenschap hadden. En het is nog steeds Overijssel. En zodat ik probeerde te vertellen, waar ik eigenlijk naartoe wilde, is dat deze bochten, die hadden een bepaald effect. En er werd voor gezorgd dat het water eigenlijk recht op de stad afkwam altijd. Er is een laag deel. En dat laag deel, dat ligt hier, dat is de huidige Snippeling. En die heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld een van die kenmerkende ovale dingen, waarvan men altijd dacht van, hey, dit is een oude IJsselarm. Maar dat is helemaal niet zo, het is een doorslaggul. En men leidde het water bij hoogwater eigenlijk om, via het laagdeel in die Snippelingsdijk, om Deventer heen. Dus deze landerijen, waarvan je hier op de hoogtekaart ook redelijk goed kunt zien, dat die veel lager liggen dan de stad en hier een aantal van die oude enken. Het water stroomde dus af langs Deventer, zodat de stad niet overstroomde. Dus en dat vinden we nog steeds in het landschap terug en dat ziet er nu ongeveer zo uit. Als het echt goed stevig vriest, want het is best wel een diepe plas, dan kan je hier ontzettend lekker schaatsen. Als je tenminste schaatsen hebt. Er zitten altijd heel veel vogels. Zeker een paardje ijsvogels broedt hier. Grote zaagbek is er regelmatig te vinden in de winter. En veel leuke planten. Want ooit heeft op dit deel hier aan de linkerkant nog een boerderij gestaan met wat leuke overblijfselen. Zoals een populatie wilde narcissen. Er staan heel veel sneeuwklokjes en ook de weidegeelster is er te vinden. Ja, die IJssel die heeft natuurlijk wat invloeden. En die invloeden die zie je heel duidelijk als je een aantal zeer specifieke verspreidingskaartjes maakt. Ik ga zo dadelijk verder met het verhaal van hoe zijn die verspreidingskaartjes en hoe is die data naar tot stand gekomen. Maar ik wilde eerst deze twee even laten zien dat die super gebonden zijn aan Deventer. Je ziet trouwens ook dat het eigenlijk best goed gaat. Hè? Dat ze vroeger eigenlijk nauwelijks gezien werden. En de laatste jaren dus eigenlijk heel veel. Hè. Groen betekent in de periode na 1970 waargenomen. En ook daar zal ik zo dadelijk op terugkomen hoe dat komt. Ja, hoe doe je dat nou, zo'n boek maken? Allereerst behalve schrijfwerk, hè, waar je toch ook bepaalde talenten voor moet hebben.
Ga je dan nadenken van, hé, wat zou ik eigenlijk willen laten zien? Welke gegevens zijn er eigenlijk? Hè? Want zo op het eerste gezicht, als je naar de verspreidingsatlas kijkt, dan kan je wel een aantal van die soorten doorbladeren, bij wijze van spreken. Maar om nou echt een goede indruk te krijgen in hoeveel gegevens dat er zijn, ja, is het handig om, als je die gegevens kunt opvragen. Nou, en wat krijg je dan? Dan krijg je zo'n tabel zoals ik hier als plaatje heb opgenomen, met een hele hoop gegevens erin en jaartallen en toestanden. Er zit ook nog iets heel moois in, wat ik dan heel erg leuk vind, is dat je er een locatie in hebt zitten. Met andere woorden, je weet eigenlijk het exact zien op puntniveau van, hey, dat is gaaf, die soort die staat daar. Hey, en als ik nou eens meer van die soort, hey, dan kan je een kaartje maken van de verspreiding van die soorten. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Ja, we hebben wel wat opschoonwerk gedaan. Iets van 290.000 observaties hadden we geloof ik in de eerste oorspronkelijke tabel. En toen zijn we met een team van Floron D6 hebben we een maandenlange effort wel gedaan, zeg maar, om te gaan kijken van, hey, kan dit? Is dit goed? Ja of nee? Dus een hervalidatie van de afgevalideerde gegevens eigenlijk. Buiten het feit dat er ook een aantal soorten zijn die zomaar afvallen, omdat ze niet zo interessant zijn, of welke redenen dan ook. Dit ging een beetje te snel. Dus uiteindelijk zijn er dus 262.000 van die gegevens overgebleven. Van wel 1700 soorten. Dat is natuurlijk best wel veel. Hè? Want dat is eigenlijk meer dan de standaardlijst van Nederland, als ik het goed heb. Maar er zitten natuurlijk ook een hele hoop ondersoorten bij, variëteiten. Of wat ook regelmatig gebeurt, alleen de familienaam. Goed, daar heb ik dan verder niet op, geen uitsplitsing opgemaakt. Maar wat dan wel aardig is om te zien, is dat je gaat zeggen, hey, als we de rode lijst van 2000, Stef, dan moet je me even helpen. Was het ook alweer 2003 of 2012? 2012, zeg maar, houdt tegen die lijst van records aan, dan kan je een klein statistiekje maken van, hey, voor 1970 hadden we 219 rode lijstsoorten. En na 1970 hadden we er 167. Maar goed, hoe maak je dan die kaartjes? Die kaartjes, zoals deze vlakjes, dat zijn eigenlijk allemaal vierkantjes. En wat je kunt doen, is ieder puntje, of ieder vierkantje, toekennen aan een ander vierkantje. En dat is wat we gedaan hebben, althans wat ik gedaan heb. En zo kun je op een relatief, voor mij gemakkelijke manier, automatisch die 1700 kaartjes maken. Ja, toen was er ook nog een wens van, we willen eigenlijk ook combinatiesoorten hebben, bijvoorbeeld soorten van oude bossen. Ja, vandaar zullen we daar nog wat voorbeelden van zien. Dus dat is allemaal het mooie als je inzicht hebt in hoe databases werken. Waarnemingen in de tijd. Ja, dan kan je ook een grafiekje maken als dit. En dan zie je dat er wat uitspringt. Ja, je ziet hier een periode van, 1810. 1810, dat is onze eerste waarneming. En ik ben helaas vergeten, maar dat staat in het boek, welke dat was. Je ziet dat eigenlijk, zeg maar, gedurende een eeuw eigenlijk heel erg weinig gebeurt. Totdat er een aantal floristen komen, wat oude floristen komen. Daar zal ik er zodra drie van behandelen. Die echt hun stempel gedrukt hebben hierop. Die de haven van Deventer ontdekken. En die oude floristen die bestaan dan, althans degene die wij eruit hebben gepikt, uit Hendrik Jan Kok Ankersmit, Daniel Laco en Hendrik Uitien. En deze specifieke heren, ik geloof nog eentje, die hebben allemaal een of meerdere pagina's toebedeeld gekregen in het boek. Met allemaal leuke citaten, met allemaal verhalen over wat zij daar nou eigenlijk gedaan hebben, wat ze gevonden hebben. Grote kevenorgers in 1898 op een heigrond langs de Spanjaardsdijk de Diepeveen. Nou, de Spanjaardsdijk de Diepeveen is op dit moment helemaal niet zo vochtig. Helemaal geen heidegrond. Dat zijn natuurlijk echt superleuke dingen om te lezen. Het kanaal, dus de Spanjaardsdijk in het kanaal, het Overijsselskanaal heeft hij het dan over. Er komen meer soorten voor van voedselarme heide- en moerasgrond. Nou, bijzondere is dus die hybride van geel-groene zeggen en blonde zeggen, bosoogentroost, goudhaven, kleine ruit, panassia, platte bies, vlottende bies. Nou, vlottende bies, die moet je eigenlijk nog wel even een keer ontdekken hier in de buurt. En welriekende nachtorgels. Dat zijn toch allemaal van die iconische soorten. En daar, vroeger werd er herbariummateriaal verzameld natuurlijk. Dat is een van die leuke dingen die je dan ontdekte, ook bij het
het doen van onderzoek om zo'n boek te maken. En je ontdekt de botanische collectie van de Naturalis. En daar ontdek je natuurlijk nog heel veel andere dingen, maar daar kom ik ze daar nog in. Hendrik, Jan Kok, Anker Smit. Het zijn natuurlijk allemaal wel echte heren, hè, die op dat moment met flora bezig zijn. Dit is natuurlijk een geweldig citaat, hè, wat uit de levende natuur te halen is. Stel u daarbij voor een klein, vlug, oud heertje, dicht bij de 70, met zware plantenbus beladen, die als een jongen van 16 springt en klautert, en alleen zo nu en dan eens gaat zitten met een, oh, even uitblazen jongens, en dan weer druk aan het wijzen en roepen. Hier heb je wat, kom eens kijken, wat een mooi exemplaar van Longifolia. Je zou hem zo plukken en meenemen. Nou ja. Dat doen ze dus ook allemaal. Hier heb je zo'n, ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. Ik denk een waaierdravik of een bergdravik. Goed, dat staat ook netjes allemaal in het boek opgenoemd. Hendrik Uytien, ook een van de voorgangers van een belangrijk lid van de KNV, van de KNV Deventer geweest, net voor de oorlogsjaren. En hij was een van de mensen die onderdeel van de oproer gefuseerd is in 1944. En 2 jaar geleden is er ook een boek verschenen van hem, Botanicus in de oorlogstijd van Michiel Bussink, die ook een van een van de schrijvers is van het boek. Althans, het hoofdstuk over Hendrik Uytien is door hem aangeleverd. En ingekort versie van het boek eigenlijk. En twee jaar geleden is er een nieuwe wijk gekomen, waarbij een aantal groene mensen een vereering hebben gekregen in de vorm van een straat. De Hendrik Uytienstraat in dit geval. Het is een groene wijk geworden. Mensen die is de bedoeling dat daar ook ecologisch verantwoorde, of in ieder geval energetisch verantwoorde huizen worden gebouwd met zo net mogelijk materiaal. Ook hij was een fervent verzamelaar en ook weer een onuitputtelijke bron van vreugde om dit soort dingen te kunnen zien. Hoe zat dat ook alweer? Rond 1900. Was er behoorlijk wat activiteiten op het gebied wat heet het Pothoofd. En het Pothoofd, dat is nog steeds een bestaand deel van Deventer. En er was vroeger een overslaghaven. Een overslaghaven van ruwe materialen die van over de hele wereld naar Deventer kwamen. Nou, we hadden nog de Zuiderzee nog niet. Hè? En na de Zuiderzeetijd ging het toch allemaal een stukje minder. Maar er werden dus ontzettend veel planten gevonden die eigenlijk nooit eerder in Nederland waren gezien. En men noemde die groep toen pothoofdplanten. En tegenwoordig noemen we dat adventiefplanten of nog specifieker woladventief, ertsadventief of welke adventief men tegenwoordig bezig. Dat is dus een van die bijkomstigheden van zo'n haven, is dat je een explosie van allerlei exotische soorten krijgt. Hè? Uit Rusland, uit Amerika, de Baltische Republieken, Zuid-Europa. En een aantal van die soorten, zoals klein liefdegras, die is eigenlijk al hier vanaf 1900 te vinden. Nou, dit is een van de laatste foto's van wat ooit nog de activiteiten van het Pothoofd waren. Die huisjes aan de linkerkant trouwens. Die zijn nog steeds te vinden. En tegenwoordig staan hier luxere woningen. Maar hier, dit was dus de haven. Hier gebeurde het. En op een later moment hier achter. Bij Noeri van der Landen. Nou, waarom nou dit verhaal? Ik had het al over die botanische collectie. En zoals je ziet. Als je niet heel erg goed weet waar het is. Dan selecteert men gewoon een 5 kilometer hoog. Wij wilden echter een atlas maken op 250 meter niveau. Dus celletjes, dus eigenlijk van die vierkantjes. Ik zal eventjes de muis op de goede plek leggen. 250 bij 250 meter. En dit is 5 bij 5 kilometer. Dus daar passen een hele hoop celletjes in. En dat is iets wat je niet wil. Via verspreidingsatlas.nl is het mogelijk, zeg maar, om die oude botanische gegevens op een betere plek neer te leggen als je dat weet. Nou hebben we hier de mooie aanduiding, snippeling. Snippeling.
Ja, als Deventernaar weet je natuurlijk, hey, de snippeling, dat ligt hier, dat moet hier zijn. Dus dan kan je hem via deze knopjes op een andere plek neerleggen. Als je daarmee gaat beginnen, dat was ik dus op een gegeven moment een paar avondjes aan het doen. En toen dacht ik, wacht eventjes, voor iedere keer dat ik dit moet gaan doen, moet ik toch een aantal keren, 6 keer om precies te zijn, klikken. Dat is toch wel een beetje veel werk. Waar gaat het nou eigenlijk over? Dus ik was er een beetje snel doorheen aan het scrollen. En toen dacht ik, wacht eens eventjes, daar staat heel veel Noori van de Landen. Ik met mijn, beroepsdeformatie als database-specialist dacht, wacht eventjes. Als ik nu eens eventjes Laurens vraag, dat is ook een handige jongen. Die kan ze misschien wel heel gemakkelijk op een goede plek neerleggen. Dus ik had Laurens gevraagd van, Laurens, kan je deze, die met Noori van de Landen, allemaal op dit vakje neerleggen? Deze coördinaat neerleggen. Nou, ik denk een uur later had ik een mailtje terug van hem. Ja, heb ik gedaan. Hartstikke gaaf. Ik heb nog iets verbeterd. Ik heb alle Noori van de Landen daar neergelegd. Alle pothoofd daar neergelegd. Nou, dat scheelde me dus ongeveer 10.000 keer klikken. Dus ik was daar heel erg blij mee. En we hadden natuurlijk in één keer een grote verbetering van het stukje database waar Deventer in ligt. Dat is heel fijn. Dit zijn, niet alle hedendaagse floristen natuurlijk, maar wel een aantal mensen zeg maar, die bijdrage hebben geleverd aan het boek. Of die van belang zijn geweest voor de Deventer flora of voor één specifiek gebied. Deze foto is vorig jaar genomen. Dit is overigens Erik Lam. En dit zijn een aantal mensen van de plantenwerkgroep die in een specifiek gebiedje, wat in beheer is bij de gemeente, een excursie mee gingen doen. Han Brendeke, een van de schrijvers ook van het boek. De hoofdschrijver, Martin Heijnen. Ben ik op een van mijn favoriete plekjes. Lekker tussen de Engelse allanten. Even wat waarnemingen bijwerken. En dit is Hans Groothuis. Nou, helaas moet ik zeggen dat Hans Groothuis ook een straat naar zich vernoemd heeft gekregen. En dat is niet omdat hij nog bij leven was, maar omdat hij een aantal jaren geleden is gestorven. En hij heeft heel veel betekend voor en de KNV en voor een bepaald gebied bij ons in de buurt. Wat hij van een rommelig bosje naar een mooi nat heisgraaland met allemaal bijzondere soorten en bijzondere elementen heeft teruggebracht. Daar heeft hij ongeveer 40 jaar aan gewerkt en heeft daar ook een boekje over geschreven. Dus flink. Nu even terug naar die waarneming in de tijd. Je ziet hier aan de rechterkant ineens vanaf, iets belangrijks, 1994. Toen had de provincie Overijssel bedacht, we gaan nou eens eventjes de gemeente Deventer heel goed inventariseren. En toen zijn er in één keer 45.000 waarnemingen gedaan en ingevoerd. Tijdje rustig geweest, vanaf 2005 heb je ongeveer tel mee en waarneming.nl die steeds meer mensen leden kregen. En vanaf 2010 is er gestructureel door Ecogroen, het is eigenlijk in opdracht van de gemeente Deventer dus, en door de plantenwerkgroep meer en meer waarnemingen ingevoerd. Misschien moet ik melden dat ik sinds 2009 in Deventer woon, dat scheelt misschien ook wel een klein beetje. Dat heeft dus geleid tot gemiddeld 9.000 waarnemingen per jaar. En dat is, dat is natuurlijk wel tof. En dat doen we ieder jaar nog steeds. Ik liet al een keer die flora-districten zien. Dit is dan de iets kleurige versie zoals die ook in de stadsflora van Tom Dentes terecht is gekomen. Ik heb rondom Deventer een cirkeltje neergezet. Dan zie je dat we in de buurt van drie flora-districten zijn. En die zijn bepalend voor datgene wat je kunt vinden. Bijvoorbeeld het rivierenlandschap. Ik zal ze daar ook nog iets vertellen over die bossen die er zijn, over de landbouw, over het stedelijk gebied uiteraard. Dat is ook een van leuke dingen die ik vind, altijd verrassend wat je in de stad tegen kunt komen. Ja, een nieuwe natuur. Daar verschillende meningen een beetje over, maar er zijn allerlei leuke dingen te vinden. Dat zal ik jullie vandaag laten. Het Deventer torentje. Het rivierenlandschap bepalend en Engelse allanten. Het moet zeggen, het ene jaar veel meer dan het andere jaar. Zoals vorig jaar was er ook weer een extreem goed jaar. En 2017 kan ik me herinneren dat er echt een explosie was van Engelse allanten.
Ik heb eigenlijk niet zo heel goed uitgezocht hoe dat nou precies kan. Maar ik kijk altijd uit naar dat soort jaren. Wat is nou kenmerkend van die stroomdalflora? Ja, die planten die zijn gebonden aan het rivierenlandschap. Nou, dat is een binnenkoppertje natuurlijk. Wat heel kenmerkend is aan dat gebied is eigenlijk dat het een hoge dynamiek heeft. Dat het een gradiënt heeft van zandig naar een slipbodem. En dat er heel veel eenjarigen ook te vinden zijn. Nou, wat je hier ziet is zo'n plaatje, zo'n atlasplaatje van een combinatie, dus een set van soorten waarvan we eigenlijk hebben gezegd, oké, dit is stroomdalflora. Het heeft me trouwens verbaasd dat er niet één mooie lijst van stroomdalflora is. Dus we hebben toen maar gekeken van, joh, welke soorten die in de literatuur wel eens worden genoemd als stroomdalflora, kunnen we nou ook zeg maar zo'n kaartje en allemaal bij elkaar voegen. Nou, dan zie je dat er dus heel veel waarnemingen zijn die in beide perioden zijn gedaan. Ja, dat die allemaal rondom die rivier zijn gebeurd. Dat is logisch, is natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Maar dat heeft wel een bevestiging van, hey, zo werkt het dus. Wat kan je daar nou uithalen uit zo'n dataset? Hè? Ja, op dijken en op ruggen zien we dat de hoeveelheid soorten eigenlijk ontzettend sterk is afgenomen. En de aantallen ook sterk zijn afgenomen. Tot onze grote vreugde, en samen met die van Hans Grotehuis overigens, hè, was een van de laatste, meest memorabele vondsten die hij had gedaan. Dat is die voorjaarszeggen die toch nog zeg maar op een plekje langs de IJssel groeit, vlakbij Deventer. Voorjaarsgansreken, ja, die zie ik eigenlijk überhaupt niet meer bij ons in de buurt. Alleen op een begraafplaats. Daar zal ik natuurlijk ook nog eventjes op terugkomen. Dat ja, toch ook wel van die hele bijzondere plekken zijn. En wat de hele sterke stijgingen laat zien in aantallen en ook in soorten. Dat zijn de soorten die op droogvallende plekken langs de rivier voorkomen. Ik heb hier als voorbeeld klein vrooienkruid genoemd. Maar de laatste jaren zien we bijvoorbeeld schijngenadekruid opduiken. Of heel veel bruin siepengras. Of even kijken, stinkende ganzenvoet die we de laatste 2 jaar steeds meer vinden. Dus die droogvallende stukken van de rivier, dat zijn toevallig ook de stukken waar heel veel natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden. Denk aan ruimte voor de rivier. Er is heel veel vergraven. Er is dus ook heel veel biotoop bijgekomen voor die soorten. Ja, je ziet dat je massaal klein vlooienkruid kunt vinden in de meeste jaren. Bossen. Ja, natuurlijk bos hebben we niet in Nederland eigenlijk. Oerbossen hebben we eigenlijk ook al sinds de middeleeuwen niet meer. Sinds die tijd is eigenlijk het bos 2 of 3 keer zelfs volledig vervangen. Er zijn wel wat boselementen, zeg maar, die... waarvan men denkt dat het mogelijk eeuwenoud bos is. Wat hier aangeduid zou moeten worden met dit kleine stukje. Hè, dat donkergroene. Nou, ik weet niet of jullie heel veel donkergroene vlekjes zien. Maar hier zijn er 2 aan deze kant. En hier is een heel klein stukje. Dus er zijn nog heel weinig stukjes waarvan men denkt van, joh, dat zijn oeroude bossen. Hier ook nog een heel klein stukje. Wat je wel aardig is om te zien, is dat als je die soorten die we liëren, zeg maar, die we linken aan die oude bos, zoals die bosanemoon net op het vorige plaatje, of die witte klaverzuring. Als je die soorten nou ook al stipjes beschikbaar maakt, dan zie je dat die wel geconcentreerd zijn, zeg maar, in die stukken waar gelinkt zijn met groen erfgoed. Of zoals dit stukje, hier zo waar Diepenveen ligt, of hier Nieuwranden. Ja, dat zijn toch soorten, zeg maar, die daar nog steeds terug te vinden zijn. En hier dit stukje, dat is ook wel een bijzonder stukje. Zeg maar, de weg naar Lettelen, de Oerdijk, is toch een hele oude weg. Een oude dijk waar men vroeger het ijzeroer van het achterland scheepte naar Deventer. Of eigenlijk via paard en wagen natuurlijk op dat moment. We hebben nog wel wat, echt, wat ik net al zei, wat mooie stukken, zoals die linkerfoto met dat bos met ondergroei van blauwe bosbes, veel varens, veel diversiteit, hè, veel zeg maar, ja, verdiepingen in dat bos. Of zo'n heel bijzonder plekje, zoals hier een plekje met bosbarenstaart. Andere onderdeel wat heel veel,
indruk, of wat heel bepalend is voor het landschap, is natuurlijk de landbouw. Op het moment dat het lukt om het water wat beter af te voeren, zijn er heel veel landbouwgebieden geweest. Natte landbouw heel vaak, maar ook wat enken zijn er ontstaan. Met ooit een prachtige akkerflora. Nou, die akkerflora heeft zich teruggetrokken tot een aantal reservaatjes. En het leuke is dat die reservaatjes beheerd worden door iemand die bij ons in de plantenwerkgroep ook actief is. Ja, waar we dus wel eens mee op excursie kunnen gaan. En dan prachtige dingen zoals korensla kunnen zien. Of spiegelklokje, groot spiegelklokje, massaal bijvoorbeeld. Bij hem achter op de akkers, de graanakkers, volheid, nou tienduizenden. Nou, dat zijn toch wel echt gave dingen. En die foto aan de rechterkant met dat mooie gras. Met die korenbloemen en ganzenbloemen. Hier kun je natuurlijk je vraagtekens bij zetten van joh, in hoeverre is dat nou uitgezaaid? Nou, hij zaait het nooit uit. Die soorten die zijn er altijd in de afgelopen 40, 50 jaar dat zijn vader hiermee begonnen is, voor Staatsbosbeheer, altijd geweest. En ze komen ieder jaar weer terug. Dus misschien is het wel gewoon een prachtige natuurlijke populatie. Steeds zeldzamer wordt naar die pinksterbloem. Dat zullen de meesten van jullie ook beamen. Er zijn een aantal van die natte weilandjes die langs de leiders liggen, die heel extensief beheerd worden, alleen maar één keer per jaar gemaaid zo ongeveer, die echt vol staan met pinksterbloemen. En dat is natuurlijk altijd een geweldig gezicht om te zien, zeker ook als de oranje tipjes hierin rondfladderen op zoek naar elkaar en naar nectar. Het urbane deel, het stadsdeel, heeft sinds 2012 weer de muurbloem te bieden. En die muurbloem is samen met de stadsecoloog, een ecoloog van ingenieursbureau Tau, de KNV en het Overijssels Landschap geïntroduceerd weer in Deventer. We hebben daar onderzoek naar gedaan, welke muren zijn er nou eigenlijk geschikt. En mag het ook, hè? Die muur moet dus van de gemeente zijn. En zou die daar ook kunnen passen? Het mooie van die botanische collectie is ook dat je terug kunt vinden dat er ooit in Deventer muurbloemen heeft gestaan. En wel tot ongeveer 1840. En vanaf de oorlog zijn er toch wel aardig wat ingrepen geweest in de stad. Hè? De binnenstad was verpauperd. Daar is van alles en nog wat gebeurd. Dus heel veel muren die werden schoongemaakt, schoongeveegd, opnieuw gevoegd. Dus alle muurplanten zijn zo ongeveer verdwenen. Het enige wat heel erg veel voorkomt is gewone muurvaren. En dan tegenwoordig op een aantal muren die geselecteerd zijn, de muurbloem weer. En hij doet het goed. Hij doet het dus al 10 jaar goed. Dus dat is toch wel een mooi resultaat. Die zaden en planten hebben we met vergunning uiteraard uit Kampen gehaald. En wat zaden uit Fort in Vlissingen gehaald. En hebben we opgekweekt en in de muur geplant. Inmiddels is er één muur waar geen muurbloem meer op groeit. Maar aan de andere kant is er ook weer een muur bijgekomen. Zoals deze wellekade waar inmiddels enkele tientallen planten staan. En die zaden die worden blijkbaar ook af en toe meegenomen door het water. Dat water komt regelmatig tot zo hoog. Dus die muurbloem die staat ook gewoon onder water en die blijft er ook gewoon zitten. Dus dat is wel fraai om te zien. En als je dan door de stad wandelt, dan kom je ook wel eens wat tegen. Waarvan je denkt van, dit ziet eruit als een streepzaad. Maar het is niet het streepzaad wat ik eigenlijk zo goed ken. Dus het klein streepzaad bijvoorbeeld, of groot streepzaad. He, zo'n plant met een aantal bloemetjes in een soort van hoofdje. Wat een beetje raar is natuurlijk voor een brassicacee met een hoofdje met bloemetjes erin. Maar goed, een schijnhoofdje met allemaal bloemetjes erin die ongeveer op dezelfde plek staan. En ik heb er anderhalf jaar over gedaan om erachter te komen wat dit nou eigenlijk was. Totdat ik in de voorbereiding van de flora eigenlijk zat te lezen in Du Mortiera. Dus dat is een tijdschrift wat...
online uitgegeven wordt door Plantenhuis Meissen in België. Van Flip Verhoogen, als ik het goed heb. En daar zat ik een stukje te lezen over kuikplanten. En een stukje, dat ging over Yongia japonica. Ik had echt zoiets van Yongia japonica, wat is dat nou weer? Dus ik ging googlen. Nou, en toen feest van herkenning. En zag ik dat het Yongia japonica was. De eerste vondst van Nederland. En hij staat er waarschijnlijk sinds 2017. Misschien zelfs al wel langer. Dat hebben we nooit eerder gezien. En hij staat er nog steeds. Dat is wel een van die unieke dingen. Dus hij houdt stand. Dat is wel aardig natuurlijk. Van een speciale categorie van planten rondom Deventer. En dan eigenlijk ook voornamelijk in de stad. Dat zijn de geelsterren. Ik denk dat wij als Deventer van geluk mogen spreken. Samen met ook Zwolle en Zutphen. Dat we zoveel geelsterren kunnen vinden in Deventer. Eigenlijk heel goed kijken. Dan kunnen we overal wel geelsterren vinden. Dus op al die oude delen. Zeg maar waar de rivier vroeger ook geweest was. Hè? Want ik liet zeg maar die omkatting zien van die rivier. En er gaan, ja, de hypothese is dat die bolletjes verspreiden door hoogwater. Nou ja, als de rivier hoog staat, is er veel erosie. Dus het zou zomaar eens kunnen dat dan die bolletjes die aan de oppervlak zitten, ja, verspreid worden over die plekken. Er zijn bijvoorbeeld een aantal plekjes hier bij de Douwe Kolk te vinden. Nou, niet toevalligerwijs vlak bij mijn huis, ook op een wat hoger gelegen deel van wat ofwel een enk ofwel een stuwwal of een rivierduin is geweest. En dan hier het Rijsterborgenpark en het Workplantsoen waar de hotspots staan. Tot 2005 hadden we ook niet het idee dat er nou akkergeelsterren tussen stonden. Dan moet ik zeggen, akkergeelsterren zijn niet al te makkelijk te herkennen als er wel heel veel weidegeelsterren omheen staan. Want die roepen toch om aandacht op de een of andere manier, maar af en toe daar staat er een weidegeelster. Dus wij kijken ook in het voorjaar altijd extreem goed van hoe dat en waar ze staan en of we nog weer nieuwe plekjes kunnen vinden. Wat oude elementen, zoals zo'n oude kerk, altijd prachtig om ook naar Stinse flora te kijken, zoals hier de holwortel. En er zijn er een aantal van. Begraafplaatsen, we hebben een hele oude begraafplaats waar ook heel veel Stinse planten te vinden zijn. Het Rijsterborgenpark, zo'n aangelegd park. En het Workplantsoen waar leuke dingen te vinden zijn. Ja jongens, wat moet je dan tijdens corona? Dan ga je toch maar naar buiten. En toen bedacht ik me van, hey, hoeveel van die skilla's hebben we eigenlijk? Sneeuwroemen bestaan er in Nederland. Nou, er schijnen er dus 4 of 5 te zijn, als ik het goed heb onthouden. En ik heb heel wat kilometers afgelegd op de fiets om te gaan kijken van, hey, behalve grote sneeuwroem, die komt veel voor, wat hebben we dan nog meer? Wat is er nog meer te vinden? En dan blijken er maar 2 plekjes waar middelste sneeuwroem te vinden is. En 2 of 3 waar kleine sneeuwroem te vinden is. Prachtige plantjes. Leuk om naar te kijken de komende maand ergens. En ook een leuke bezigheid om tijdens corona te doen natuurlijk. Ja, gewoon een iconisch beeld van een heel klein plantje. Kandelaartje. Met op de achtergrond de torentjes van de Bergkerk. Een van de drukkere plekjes in Deventer waar dagelijks mensen vanuit het autoruimtje zeg maar, naar buiten kijken omdat ze niet door Deventer kunnen komen. Ik zou zeggen, jongens, kijk lekker eventjes om je heen en je ziet dit prachtige kandelaartje op een muurtje staan. Oh, dit ging te snel. Relatieve nieuwkomer is liggende ganzenvoet, die over het algemeen gewoon lekker recht overeind staat. Erg grappig. Leuke soort om te vinden. Kunnen we af en toe eens vinden hier in de buurt. Ja, nieuwe natuur. Hoe zat dat nou ook alweer? Nou, er zijn een aantal plekken waar ter compensatie van welke gelegenheid dan ook, bijvoorbeeld een hele grote wijk aanleggen, ook gezegd is van jongens, laten we nou ook zorgen dat we wat dingetjes overhouden. Dat we wat plekken weer uit productie nemen. De bovenlaag afgraven bijvoorbeeld. En proberen zo goed mogelijk te beheren. Nou, er zijn 2 van die terreinbeherende organisaties bij ons in de buurt. Waaronder de gemeente Deventer. Die een aantal prachtige terreinen beheren.
En Stichting IJslandschap die heeft de reden toch wel aardig wat landbouwgrond zeg maar, uit productie gehaald. En daar nieuwe natuur van gemaakt. Of eigenlijk het weer teruggezet naar een pioniersituatie. En daar kom je echt superleuke dingen tegen. En dan hebben we nog een Europese maatregel. En die heet kaderrichtlijn water. Die kaderrichtlijn water die vraagt aan waterschappen van zorg er nou voor dat je zoveel mogelijk water vasthoudt. Dat is een van de vragen hè, die de kaderrichtlijn water stelt. Buiten de waterkwaliteit op. Zorg er nou dat je zoveel mogelijk water vasthoudt. En hoe doe je dat nou? De waterschap Drentse Overijsselse Delta die heeft bijvoorbeeld rond de 400 waterbergingsgebiedjes ingericht. En ik zeg altijd, joh, dat is het mooie van die waterbergingsgebieden. Die hebben ook een ontzettend leuke bijvangst. Zal ik zo daar wat voorbeelden laten zien. Dit is een foto van bufferzone Graveland. Ja, dat ligt eigenlijk naast een van die grotere uitbouwwijken die bij Deventer zijn gebouwd. De Vijfhoek. Er wonen inmiddels. Nou, ik weet niet hoeveel mensen dat er wonen, dus ik ga er ook geen slag naar slaan. Maar dat is wel een heel mooi stukje vochtig heisgraaland. Wat afgewisseld wordt door vrij veel relief, waardoor er een mooie gradiënt ontstaat. Hier en daar hebben we ook wat droog heisgraaland. En dan voornamelijk die natte delen die op voormalige landbouwgebieden zitten. Ik zie hier gelijk nog een piepfoutje. Waar vind je nou plekjes waar je draadgentia aan vindt? Waar je koprus vindt of dwergbomen vindt? Zeg maar binnen een vierkante meter van elkaar. Of op dezelfde vierkante meter. Dus dat is echt wel een unieke plek eigenlijk. Wat 15 jaar geleden nog landbouwgrond was. Dus die rijke toplaag weghalen. Zorgen dat je water vasthoudt, hè, dat kwelrijke water wat in de wortelzone kan komen. Plus wat helaas wel, microbeheer, zeg maar, om die soorten terug te vinden. Een van de zaken van kennis die we ook graag delen met bijvoorbeeld Stichting IJslandschap. Wat zou je dan kunnen doen om deze specifieke associatie van soorten te kunnen behouden. En dat ze daar dus heel kleinschalig wat afplaggen. En IJslandschap heeft als grote voordeel dat ze goed in de slappe was zitten. En dat ze daar dus wel oren naar hebben. En daar ook gewoon de ruimte aan geven om te gaan doen. De bijvangst van waterbergingsgebieden. Wat dachten jullie van kruipend moerasscherm? Of sierlijke vetmuur? Of Parnassia? Parnassia die weer voor 40 jaar... 40 jaar lang niet gezien was in Deventer en sinds 2015 of iets dergelijks weer in zo'n waterbergingsgebiedje terug is gekomen. Dus het is altijd erg leuk en altijd een verrassing om naar die waterbergingsgebieden te kijken. En dit was het einde van mijn verhaal. Ik hoop dat jullie dat leuk gevonden hebben. Het boek De Flora van Deventer is in de boekhandel verkrijgbaar.